Arjan, Evi, mag ik vragen of jullie hier naar voren willen komen? Geef ze even een super welkom. God Center, dubbele zegen, welkom, applausje. We hebben ze letterlijk uit Nepal en India moeten trekken. Welkom. We zijn super dankbaar dat jullie er zijn, welkom. Kom verder. Yes. 1, 2, 3, 4. Ze lachen als ik zeg Pastor Arno. Ja, moet je anders zeggen. Hallo. Goedemorgen, lieve mensen. Wat heerlijk om in de meest geweldige gemeente van Nederland te zijn. God Center. Ja. Heerlijk om hier te zijn. Prijs de Heer. Zijn jullie allemaal klaar voor de zegen van God? Zijn jullie klaar voor het woord? Halleluja. Het woord verandert, geneest en vernieuwt. Amen. Het woord brengt ons in het plan van God. En wat heerlijk om vruchtbaar te zijn en talrijk. Oh, we zijn net een paar dagen terug uit Nepal. Wat hebben we de glorie van God gezien. Een boeddhistisch mini-staatje in Noord-India. Maar de christenen zijn vurig, ondanks vervolging. Er zijn zo'n 75 boeddhisten tot Jezus gekomen. Wauw, halleluja. Ze zijn nog boven wat feest vieren. Oh, halleluja. Amen. En we hebben vorige week zondag hielden we een genezingsdienst. En ik zei, ik wil voor... Het was een lange dienst, maar niemand gaat naar huis. Amen. Het lijkt God Center gemeente wel. Maar in ieder geval, ik zeg, ik wil 5 mensen op het podium hebben die echt genezen zijn. Kom er... En ze zijn heel verlegen. Ja, net zo introvert als ik, weet je wel. Dus heel langzaam kwam de eerste... heel langzaam kwam de eerste naar voren. Toen de tweede. En toen de vijfde. Toen de... Ik zeg, en toen stonden er nog 5. Ik zeg, zitten! Ik zeg 5 en er waren er 8. Mensen wat een getuigenis hebben gehoord. Rheumatische pijnen die verdwenen. Een meisje, een knap meisje, jaar of 3, 24. Een Chineesachtige, ja, dat hebben ze allemaal natuurlijk in Nepal, Chineesachtige oogjes. Maar het zou een dochter van ons kunnen zijn, een hele knappe meid. En ze huilde. Ik bedoel, tranen biggelden over haar wangen. En toen zegt ze... als eerste kwam ze het podium op. Ik zeg, vertel het maar. Ze zegt, ik ben een atheïst en iemand nam mij mee naar de kerk. En ik zei, God, als u daar bent, laat u me dan zien. Ze zegt, er kwam iets over mij. Het leek wel een warme soort van olie. En ze zegt, en ik zag Jezus een hand. Ze zegt, en hij raakte mij aan. En die meid zei, ik heb mijn hart aan Jezus gegeven. Halleluja. Dat is het grootste wonder, hè? Het grootste wonder is niet lichamelijk. Het grootste wonder is geestelijk. Amen. Als een zondaar tot Jezus komt. Halleluja. Amen. Evi, ik heb mijn lieve vrouwtje meegenomen. Dit jaar 45 jaar getrouwd. Ja. Ja. We waren heel jong toen we trouwden. Ik was 10 en zij was 6. Cool, hè? Yeah. Ik vond het zo leuk, die mededelingen. We hebben een nieuw jasje aan. Er was laatst in Amerika een zuster die zei naar de dienst... Is uw vrouw een zusje van Oprah Winfrey? Alsjeblieft. En zij dacht dat ik George Clooney was, hè? Maar ja, die was echt rijp voor speksevers. Ik wil heel graag even dit zeggen. Nog heel hartelijke groeten van onze lieve zoon Samuel. Het is zo'n Wie kent Samuel, onze zoon? Ja, toch wel sommigen onder u. Samuel die kwam na 20 jaar huwelijk. Ons eerste kindje. En we zijn zo ontzettend dankbaar. Vanmorgen bij het ontbijt ontmoet ik een Israëlische vrouw. En ik hoorde haar Hebreeuws praten. Toen zei ik van, wat een gezegend mens bent u. En toen zei ik shalom tegen. Dat vond ze mooi. En toen vertelde ik over Samuel. Zegt ze, dan heet hij bij ons Shmuel. Shmuel. En Shmuel betekent, ik heb gebeden. En God heeft verhoord. En weet u, dat vind ik zo mooi. Maar weet u, er zijn vanmorgen hier mensen. En ik wil echt Psalm 121 aan u geven. My help cometh from the Lord. En dat lied voel ik echt om te zingen. En daarnet werd er een woord uitgesproken door Vanessa. En het was zo mooi. En toen zei je, wees niet bang. Durf gewoon die poort door te gaan. Durf een keertje te zeggen, ik heb hulp nodig. Durf in de tegenwoordigheid van God te komen. Weet je, wij leven in een maatschappij waar we eigenlijk alles zelf kunnen doen.
als het erop aankomt, dan hebben wij eigenlijk niemand nodig. En we zijn heel erg self-supporting geworden. Maar het is zo belangrijk. Ik merk namelijk dat mensen het steeds moeilijker vinden om afhankelijk te worden. En weet je, als je een kind van God bent, dan moet je leren om afhankelijk te zijn. Kwetsbaar te zijn. Te durven zeggen. Ook die sterke mannen, die moeten durven zeggen, ik heb hulp nodig. Weet je, als je soms vraagt, ik weet niet, Joyce Meyer die maakt wel eens een grapje van, hoe is het met u? Praise the Lord. Grote bumpersticker van God is good. Weet je, praise God. Maar als ze naar huis gaan, is die pijn er, die er nooit eigenlijk uit gaat komen als je het niet zegt. Weet je, de Bijbel zegt ook, kom met woorden. Durf het te zeggen. Ik durfde te zeggen dat ik onvruchtbaar was. Ik durfde te zeggen, ik heb een kind nodig. En ik ben Aziatisch, zoals u ziet. Ik ben geen Hollandse kaaskop. Ik ben Moluks van afkomst. En als je daarna een 2-3 jaar nog geen kindje hebt gekregen, is dat bijna een schande. Maar weet je, het is zo belangrijk om te durven zeggen, I need help. Weet je, toen de blinde Bartimeus, ik weet niet of, die stond voor Jezus. En hij had zo'n hulp nodig. En weet je wat zo mooi is? Dat Jezus zegt, wat wil je dat ik het doen zal? Amen. Wat wil je? En hij moest zeggen dat ik ziende mag worden. Amen. En weet je, ik denk dat het, ik hoop echt, u zult ontvangen als u echt durft te zeggen, ik heb hulp nodig. Luister, lieve mensen, voordat we verder gaan. God wil jou helpen. God wil u helpen. Vergeet nooit dat wat je achtergrond ook is, dat God verliefd op jou is. Wat je fout hebt gedaan, de duivel die is een leugenaar en de vader der leugen, zegt Jezus. Hè? Die zal altijd zeggen, nou wat jij hebt gedaan, zegt God is boos op je. Het is ongelooflijk hoeveel, vooral jonge mensen, denken dat God boos op hen is. Maar God is niet boos op jou. God is 1 keer boos geweest in zijn hele bestaan. Toen hij Jezus liet kruisigen, wat we net hebben gevierd, de overwinning, kwam alle oordeel, wrath en boosheid op zijn zoon terecht. En God kan nooit 2 keer boos worden. Dan zou hij onrechtvaardig zijn. Hij houdt van jou met een eeuwige liefde. En weet je wat meer is? Hij heeft een plan met je leven. Toen ik in dat kerkje in Amsterdam kwam als jongen van 19 jaar. Ik was verslaafd aan alcohol. Ik was verslaafd aan dat afschuwelijke echtpaar. Nico en Tine. Wat een afschuwelijke gebondenheid. Nee, echt. Het is ik rookte zo ver, ik had geen tijd om adem te halen. Oh, ja. Amen. Halleluja. Een jonge man. We houden veel van jeugd. We werken veel met jonge mensen. Er kwam jaren geleden een jonge man naar me toe. Die zei, Arjan, zegt hij. Hij zat luisteren. Dan keek hij zo vroom, weet je wel. Net Nicodemus. Nicodemus en... Hij zei, ik ben van zoveel dingen verlost. Hij zei, ik rook alleen nog 3 sigaretjes per dag. 'S morgens bij de koffie, 's middags bij de thee en 's avonds bij het journaal. Wat een specificatie. Hij zei, maar ga je dan wel naar de hemel? Ja, wat is dat nou voor vraag? Ik kan begrijpen dat Jezus af en toe in het zand schreef of op een plein. Als die Sadduceeën weer met die strikvraag kwam. Waar ga ik dan wel naar de hemel? En ineens wist ik het. Ik zeg, hé, waarom rook je er geen 40 per dag? Ben je er eerder? Ja. Je gaat echt niet naar de hel als je rookt, hoor. Maar je bent alleen eerder in de hemel. Halleluja. Maar ik was verslaafd en als jongen van 19 jaar werd ik uitgenodigd om in de Indonesische gemeente, in het hartje van Amsterdam, om te komen voor kerst. En ik hoorde voor de eerste keer dat Jezus van mij hield. En ik dacht 2 dingen. Of die voorganger is de grootste leugenaar die ik ooit heb gehoord. Of het is waar. En ik koos ervoor en ik zei, als dat waar is. Als Jezus mijn leven kan herstellen, veranderen, kan bevrijden. En mij vrede kan geven. Dan wil ik het. Dan wil ik het. En deze avond, 16 december 1970... gaf Arjan Knevel zijn hart aan Jezus. Ik kwam met de traditionele kerk, de zwarte kousenkerk, de uitverkiezingsleer. Het was een straf voor mij om zondags naar de kerk te gaan. Verschrikkelijk. Nooit werd er verteld over de naam van Jezus. Hoe hij voor ons stierf en van ons hield. Maar die avond in die kerk in Amsterdam gaf ik mijn hart aan Jezus. En voordat we verder gaan,
enige wat ik wil vragen. Als jij hier bent en je hebt nog nooit publiekelijk je hart aan Jezus gegeven. Ik wil je hand zien. En dan ga ik voor je bidden. God wil je helpen. God wil je helpen. My help is from the Lord. Hij zegt, ik heb een plan met je leven. Ik wil een verbond met je sluiten. Ik wil je bevrijden van al die ellende en die rottigheid. Ik wil je een nieuwe jongen, een nieuw meisje maken. En halleluja. En als de Zoon van God je vrij maakt, zegt de Bijbel, dan ben je werkelijk vrij. Geef de Heer eens een applaus. Oh, halleluja. We hebben zoveel e-mails en apps en telefoontjes gekregen van jongelui die zeggen, ik heb die keuze gemaakt en God heeft mijn leven veranderd. We hebben nog nooit één keer een bericht gehoord van mensen die zeiden, joh, ik heb mijn hart toen aan Jezus gegeven en alles is hetzelfde en het is allemaal, het is niks veranderd. Nee, nooit! Zelfs als we gevangenisoptredens hadden. Oh, we hebben brieven van jongens die zeiden van, ik ben naar mijn cel gegaan, ik ben op mijn knieën gegaan. En ik heb de Heer gedankt. Eén zijde, ik voel mij vrijer in de cel als dat ik mij ooit daarbuiten heb gevoeld. Wauw, halleluja. Amen. Zullen we onze ogen sluiten? Halleluja. Als jij zegt, Arjan is grootste, dit zal je leven volkomen veranderen. Hey, miljoenen levens veranderd. Als jij zegt, Arjan, ik heb nog nooit publiekelijk mijn hart aan Jezus gegeven. Ja, ik ging naar een kerk. Ik ben religieus. Maar ik ben niet wedergeboren. En ik weet niet zeker als ik vannacht zou sterven of een hartstilstand zou krijgen, dat ik mijn ogen opsla in de hemel. Als jij twijfelt, dan is het voor jou. Dan wil de Heer vandaag zekerheid geven. Het enige wat ik wil vragen is, schaam je niet. Het is het mooiste wat je kan ontvangen, lieve mensen. Het is het mooiste wat je kan ontvangen. Halleluja. Als jij gebed van mij wil, maak jezelf kenbaar. Door een moment je hand omhoog te doen. Zeg, Arjan, bid voor mij en doe me naar beneden. Wie is de eerste? Mag je hand zien? Mag je hand zien? Mag je hand zien? Wees niet bang. Ja, geweldig man. Van, ja, jij ook meisje. Geweldig. Geweldig. Geef ze eens een applaus. Yes. Yes. Een jongen en een meid. Zijn er meer mensen? Kom aan, schaam je niet. Yes. Geweldig. Geef een applaus aan deze jonge dame. Wow. Wow. Er is vreugde in de hemel. Halleluja. Ik voel er moeten nog op zijn minst 4 mensen zijn. Je hart klopt sneller dan ooit tevoren. Mag ik jouw hand zien als jij... Ja, geweldig, geweldig. Geef een applaus aan deze mevrouw. Halleluja. Zijn er nog meer mensen? Zeg, Arjan, ik wil me ook insluiten in dat gebed. Ik wil vrede. Ik wil rust. Ik wil vrij zijn. Ik wil blij zijn. Nog één keer, als je hand er niet omhoog hebt gedaan, doe hem dan nu omhoog. Nu, de laatste keer. Ja, 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 wie is dat? Wie is... Oh, jij? Geweldig. Fantastisch, meid. Geweldig. Ik wil vragen, we allemaal gaan staan. Laten we allemaal gaan staan. Halleluja. Ik ben zo blij voor deze mensen. Amen. En Evi die zei net over, schaam je niet, hè. Als je vanavond een wonder nodig hebt, we gaan niet naar de dienst voor je bidden. Nee, je moet springen in het water als het water in beweging is. Yes. Amen. Dat deed de bloedvloeiende vrouw ook. Amen. Ze had maar één ding in haar gedachten. Ik heb een probleem en het antwoord staat voor mij. Het antwoord staat in de buurt. Voor degene die een hand omhoog hebben gedaan. Ik wil je uitnodigen om even naar voren te lopen. Dan gaan we even met de vrienden voor jou bidden. Kom aan. Kom aan. We gaan even met je bidden. Kom naar voren. Kom naar voren. Halleluja. Yes, yes. Ja, 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 ja. Jullie zijn de fix vandaag. Amen. Jullie zijn de fix vandaag. Fantastisch, jullie zijn de fix vandaag. Yes, een applaus, blijf klappen. Halleluja. Halleluja. Wauw. Natte oogjes, wel. Amen. God gaat jullie leven volkomen veranderen. Heerlijk. De Heer wist dat jij er zou zijn. Vandaar dat hij je gaat omhelzen en omringen met zijn vaderlijke liefde. Misschien heb je nooit een vader gehad. Misschien ben je misbruikt door mensen. Maar je kan God vertrouwen. Hij is een God groot van goede tierenheid. Weet je, ik ben zo blij voor jullie. Kijk, het teken dat je hier staat is omdat je met je hart gelooft. Maar de Bijbel zegt, wie met zijn hart gelooft en zijn mond beleidt, die zal behouden worden. Je belijdenis komt door eeuwig leven. Your salvation, your confession will bring eternal life.
Amen. Dan ga ik een gebed bidden. En dan wil ik vragen of jullie dat gebed nabidden. Heel makkelijk, ja? Je redding komt na je belijdenis. En ik wil vragen of we allemaal helpen deze kanjes om dat gebed na te zeggen. Zullen we dat doen? Zeg het met heel wat, met een harde stem. Zeg: Vader in de hemel. Vader in de hemel. Beetje harder. Vader in de hemel. Ik hou van u. En ik dank u dat u mij hier gebracht heeft. Dat ik eindelijk mijn hart publiekelijk aan u mag geven. Heer, ik geloof dat Jezus de Zoon van God is. En dat u voor mij gestorven is aan het kruis van Golgotha om mijn zonde te dragen. Heer Jezus, reinig mij. Was mij nu in uw bloed. En laat uw genade mij volkomen succesvol maken en mij zegenen. Dank u wel, Heer, dat op dit moment engelen mijn naam schrijven in het boek des levens. Ik ben het eigendom van Jezus. De duivel heeft geen recht meer op mijn leven. En ik zal een getuige zijn van hem. En ik zal mij nooit meer schamen. En ik zal zoveel mogelijk mensen uitnodigen om tot hem te komen in deze gemeente. Hallo, doe het werk van een evangelist. Geef ze een applaus. Halleluja. Heer, ik ben zo blij voor jou, man. We hebben een kanjer. God gaat jou gebruiken. Amen. Halleluja. Je zal een bodybuilder zijn in het lichaam van Christus. Een geestelijke bodybuilder. Amen. Je hebt nu net zo'n postuur als Marjan. Maar halleluja. Maar je gaat geestelijk. Ga je ook je spieren ga je ontwikkelen. Geef ze een applaus als ze terug gaan aan het maat. Amen. Halleluja. Amen. Kan iemand zijn... Ah, dank je. Ashwin, als ik jou niet had. Geweldig. Mensen, het is net of de tijd vlugger gaat in de tegenwoordigheid van God of bij je baas morgen weer, hè? Bij die zagrijnige chef op kantoor. Ja, niet verder, Ashwin, anders moet je me oprapen. Oké. Okay. Halleluja. Vroeger dacht ik dat om een christen te zijn, dat heel erg saai was. Het is wat, hè? Dat is de duivel een leugenaar, hè? En toen dacht ik, wat is het saai om niet bekeerd te zijn? Glorie. 1 Thessalonicense 5. Is everybody happy? Ik heb een boodschap van de Heer en ik wilde over zoveel dingen spreken. Ik doe een hele serie voor tv. Spreken is zilver, zwijgen is fout. Oh, de kracht van getuigen. Om lijden in te gaan met groepen jongeren. En te vertellen dat Jezus het antwoord is. Amen. Maar ik voelde dat de Heer zegt, leg een fundament deze morgen. Want mensenleven zal veranderen. Oh, ik zie alles door een roze bril. Als ik nou vanavond heb ik een zwart overhemd aan, dan kleurt hij zwart. Dat is nieuw, uit België. Oké, 1 Thessalonicense 5. Ik voelde echt dat deze leg een basis. Hoeveel van jullie weten dat wij het woord in praktijk moeten brengen? Amen. Niet alleen hoorders zullen zijn. Het gaat spannend worden, opwindend worden, als wij het woord in praktijk gaan brengen. Amen. Halleluja. Want dan zie je dat het werkt. En het werkt in mijn leven. Het werkt in ons leven. De Bijbel zegt hier in 1 Thessalonicense 5... Vers 18, 19 en deze, even kijken, 16. Verblijdt u altijd. Nou, daar hebben we over gezongen net, hè? En dan staat er 17, bid zonder ophouden. Bid zonder ophouden. Moet ik dan 24 uur op mijn knieën liggen, broeder? Ah ja, nee. Nee, we moeten een gebedsrelatie hebben. De grote opwekkingsprediker uit de vorige eeuw, Smith Wigglesworth... Hij zei altijd, ik bid nooit langer dan een half uur. Maar er gaat nooit een half uur voorbij dat ik niet gebeden heb. Halleluja. Robba shendera labande. In de file, in tongen bidden, in de auto voor een open brug. In tongen bidden, halleluja. Sommige mensen irriteren zich in hun file. En dan denk ik, ja, je bent de enige niet. Er zijn er meer.
En lieve mensen, vers 18. En daar wil ik even over spreken, een paar minuten. Dan zegt de Bijbel, dank God in alles. Want dit is de wil van God door Christus Jezus voor u. In Christus Jezus voor u. De NVB zegt, als je die leest, dank God onder alle omstandigheden. Amen. En het is zo moeilijk, hè? Als wij een belastingteruggave krijgen van 2000 euro, dan is het gloria, halleluja, in excelsis Deo. Maar als wij een lekker band krijgen, s'nachts, weet je wel, met de auto, dan is het, waarom moet mij dat toch overkomen? Ik heb toch altijd pech, weet je wel? En dan zeuren we. Maar de Bijbel zegt, de sleutel om te ontvangen, om gezegend te worden door de Heer, is, ik lees het nog een keer, dank God in alles. Dank God onder alle omstandigheden. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Daar komen we straks nog even op terug. Het thema luidt, lieve mensen, de kracht van dankbaarheid. En lieve mensen, dat heeft alles te maken met geloof. Met geloof. Dankbaar zijn heeft alles te maken met geloof. Want dankbaarheid activeert mijn geloof. Dankbaarheid activeert mijn geloof. En geloof hebben we nodig om te ontvangen. De Bijbel zegt, alle dingen zijn mogelijk voor diegenen die geloven. Amen. De basisbijbel. Wie leest er hier de basisbijbel? Ik hou van de basisvertaling. Oh, een paar mensen. Hallo, daar staat, dank God altijd wat er ook gebeurt. Wat er ook gebeurt. Het boek zegt, wat er ook gebeurt, dank altijd God. Want hij wil dat u als christenen zo leeft. Amen. Lieve mensen, ik geloof dat christenen dankbare mensen moeten zijn. Wij hebben alle reden om dankbaar te zijn. U heeft een mooi verwarmd huis. U heeft geslapen in een bed. We hebben jonge mensen, kinderen in Kathmandu, zien slapen op het trottoir, even in Minjur. Ze slapen onder een paar oude dekens. Ze hebben geen plaats, ze hebben niets. Een paar honden, dat is hun vriend. Er zijn zoveel mensen die het veel minder hebben. Wij horen dankbaar te zijn. En wat denk je van je redding? Wauw, Pastor Arno, nooit meer verloren hoeven te gaan. Geen leugens meer, geen onechtheid meer, geen hel meer, maar eeuwige blijdschap. Lieve mensen, het is het beste om bij de Heer te zijn. Lopen op gouden straten, heerlijk te zijn in zijn tegenwoordigheid. Geen verdoemenis meer. De Bijbel zegt in de oude vertaling, zo is er geen verdoemenis meer. Voor degenen die in Christus Jezus zijn. Halleluja. Amen. We zijn gered. Door het bloed van Jezus. We behoren dankbaar te zijn. Amen. En we zijn deze morgen niet alleen gekomen om een mooie boodschap te horen. Nee, het gaat opwindend worden als u en ik het in praktijk gaan brengen. Amen. Vrienden, de duivel irriteert zich mateloos aan dankbare christenen. Waarom? Luister, twee redenen. Dan moet hij je teruggeven wat hij heeft gestolen. Wat heeft hij gestolen van je? Je bedrijf, je financiën, je kinderen. Wat heeft hij gestolen van je? Hij zal het terug moeten geven. Als u dwars door alles heen zegt, Heer, u maakt geen fouten. Ik wil niet in een negatieve spiraal terechtkomen. Ik wil u blijven danken. Ik zal niet vallen in de valkuilen van de duivel. Maar ik wil onder alle omstandigheden u loven en prijzen. Geef de Heer een applaus. Halleluja. Waarom behoren wij dankbaar te zijn? Sleutel 2. Omdat hij niets van je kan roven meer. Hij zal niets van je kunnen roven. Amen. Halleluja. Het is een soort bescherming. Weet je, een paar jaar geleden sprak de Heer tegen mij toen ik een gebedswandeling had. Ik hou van gebedswandelen. U ook? Heerlijk langs de waterweg. Ik woon in Vlaardingen. Of door het surfplas en dan heerlijk schreeuwen, weet je wel. En heerlijk de Heer aanbidden en zeggen, Heer, ik hou van u, Vader, dank u wel. Glorie, glorie voor Jezus. Een tijdje geleden, zeg, dacht ik alleen te zijn, het regende wat. En ik liep aan de waterweg. En ik hou van schreeuwen, lekker hard, hè, ook. Kijk, je kan zacht bidden, doe ik met Evie. Anders wordt ze weer boos. Nee, nee.
Ja, de Heer is niet doof. Daarom vind ik het ook lekker om alleen te zijn. Hij is ook niet zenuwachtig, zeg ik dan. En dan kan ik zeggen, Heer, dank u wel voor Nederland. Dank u wel voor opwekking. Dank u wel voor God Center. Als we 3 maart er zijn, u gaat geweldige dingen doen. Wonderen, wonderen, wonderen. U gaat in Nepal wonderen laten zien, et cetera, et cetera. En het was wat regenacht en dan kijk ik achterom, want ik wil niet provoceren. En ik weet niet waar die mevrouw vandaan kwam, maar ik was aan het lopen zo. En ineens kwam er een vrouw op een fiets voorbij, terwijl ik zat, yes Lord, halleluja, glory, glory. En dat mens nam een beetje een bocht om me heen. En die keek achterom. Volgens mij is die iemand levensmoe. En weet je wat ik deed? Om niet voor joker te staan, erg hè. Ik zei, Castor, kom hier. Niet tussen dat gras. Kom hier, Castor. Hier, hier bij de baas. En toen dacht ik later, stel je voor als het nou een hondenliefhebster was geweest. Dat ze af had gestapt. En dat ze gezegd had, wat is het voor soort, meneer Kassel? Gelukkig fietsen ze door. Amen. Halleluja. Ik had dus mijn gebedswandeling. En ik was de Heer aan het danken. En weet je wat de Heer tegen mij sprak? Lieve mensen, schrijf het op. Dat zal je leven veranderen. De Heer die sprak. Ondankbaarheid blokkeert je zegen. Maar dankbaarheid opent de deuren. Van zegen. Geef de Heer een applaus. Halleluja. 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 Daarom zegt de Bijbel, dat was ook weer een openbaring in 1 Thessalonicenzen 5 vers 16. Wat er ook gebeurt, dank altijd God. En nou begrijp ik waarom hierna iets staat. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor jou. Ik snapte dat nooit. En toen dacht ik, ondankbaarheid blokkeert de zegen. Dit is de wil van God. De Heer liet me zien, ik wil alleen maar zegenen. Ik wil alleen maar geven. Ik wil alleen maar genezen. Ik wil alleen maar dat mijn kinderen blij en vrolijk zijn en zich gelukkig voelen. Maar ik kan ze niet zegenen. De zegen wordt geblokkeerd door ondankbaarheid, door negativiteit, door gemurmureer. Door woorden van ongeloof. Amen. De Heer zegt, dan wordt de zegen geblokkeerd. En ik wil zo graag, wil ik geven, prijs de Heer. Daarom zegt de Bijbel in 3 Johannes 2, de Heer zegt, geliefde kinderen, ik wil dat het u in alles wel gaat. Zeg maar eens, naar alles. En dat je gezond bent. Gelijk het uw ziel wel gaat, halleluja. Lieve mensen, als je wil rekenen op de zegen van God, 24 uur per dag, neem de beslissing en zeg, broeder Arjan, ik wil het woord in praktijk brengen. Ik zal afrekenen met ongeloof, ik zal afrekenen met negativiteit, ik zal afrekenen met kritiek en ik zal proberen om in elke omstandigheid van mijn leven, met mijn huwelijk, met mijn kinderen, met mijn financiën, te zeggen, God is goed. Hij zal voorzien naar zijn rijkdom in Christus Jezus. Amen. Mijn zoon die aan de drugs is, zal gered worden. Het huwelijk van mijn dochter zal genezen en hersteld worden. Halleluja. En ik dank u, Heer, dat u een weg baant waar geen weg is. Amen. Geef de Heer eens een applaus. Halleluja. Halleluja. Vorige week las ik op internet iets leuks van evangelist van pastor Bayless Conley. Heb je er wel van gehoord? Yes! Bayless Conley. En daar heeft hij het over een dankbare houding. Ik ga het even voorlezen. Ik heb het uitgeprint. Dan staat er hier: als wij dankbaar zijn, trekken wij Gods aandacht. Een dankbare houding brengt zowel Gods aanwezigheid en zijn gunst. Bayless Conley vertelt hoe wij, en dat vind ik mooi, heb ik onderstreept, hoe wij door dankbaarheid een schietschijf worden voor Gods zegen. Door dankbaarheid en houding worden wij een schietschijf voor Gods zegen. Lieve mensen, laat je niet in de maling nemen door de vijand.
Maar wees positief. Zeg niet hoe... Als wij zelf medelijden hadden toegelaten... in die 20 jaar dat ik ontzettend verlangde naar een baby... Ik wilde zo graag een jongetje hebben. En Evie, de familie, is zo vruchtbaar. En dus werd steeds weer een baby geboren. En dan had ik zo'n plurkie in mijn armen. En dan zei, ja, wat leuk, hè. Gefeliciteerd door Helen en Linda, wat fijn, hè. Weet je wel, of even de broers. Maar mijn hart huilde. En wij hadden alle reden om te zeggen, God is niet goed voor mij. Waarom laat God ons wachten? Maar wij dachten, nee, als wij een dankbare houding ontwikkelen. Als wij zeggen, Heer, u bent een God van timing. Onze tijd is aanstaande. Het komt eraan, halleluja. Want hij die het beloofd heeft, die is getrouw. Hij zal het doen, amen. Halleluja. Een tijdje geleden hoorde ik een preek van Desmond Tutu. Aartsbisschop van, is born again, hè? Van Zuid-Afrika. Hij kreeg de Nobelprijs voor de vrede. Ik geloof in 1987. Ik heb het hierop geschreven. Zuid-Afrika, de anti-apartheid. De Nobel in 1984. En ik hoorde hem in Birmingham, Engeland. Hoorde ik hem een preek geven. Over de kracht van een positieve belijdenis. En het was zo fijn en zo opbouwend. Maar hij had ook een heel leuk mopje. En toen zegt hij... Hij zegt, ik heb een vriend, zegt hij. Hij zegt, en alles wat hij meemaakt, dan zegt hij altijd, het had erger kunnen zijn. Dat was zijn slogan. Oh, ik heb in de midden van de nacht een lekke band in mijn auto. Maar het had erger kunnen zijn, ik had 2 lekke banden kunnen hebben. Het had erger kunnen zijn. Hij zei steeds, het had erger kunnen zijn. En toen zei hij, one day, ik praat zo met het mondje. Hij zei, one day... My friend ran into my office. Voor degenen die geen Frans verstaan. Mijn vriend rende binnen in mijn kantoor. And he said, oh, brother Tutu, something terrible has happened. Hij zei, en ik zeg tegen hem, is er, wat is er gebeurd dan? He said, my wife ran away. Mijn vrouw is weggelopen. He said, but it could be worse. She might come back. Applaus voor broeder Tutu. Hij leeft nog steeds. Amen. Prijs de Heer met blijde galmen. Halleluja. Halleluja, lieve mensen. Wat een leuk mopje. Hè? Geweldig. Ondankbaarheid blokkeert je zegen, maar dankbaarheid opent de deuren van zegen. En lieve mensen, ik heb nog 4 minuten. Ik moet denken aan het volk Israël. Wat is het volk Israël? Een voorbeeld voor ons. Hoe wij het niet moeten doen. Laten we toch maar even gaan naar Richteren. Maar nou eens even kijken, lieve mensen. Robbers zenden. Maar eens even kijken hoe zij de vloek over zich heen haalden door hun negatieve belijdenis. Toen begon heel de gemeenschap, niet 100 of zo, dat is al, 1 zeurpiet is al erg. In je gemeenschap, ja, die hebben jullie last van allemaal engeltjes. Maar ik bedoel, toen begon heel de gemeenschap luid te weeklagen. En bleef het volk in die nacht luid jammeren. Ondankbaar. Ondankbaar. En dan staat hier, al de Israëlieten morden tegen Mozes en tegen Aaron. Heel de gemeenschap zei tegen hen, waren wij maar in het land Egypte of in deze woestijn gestorven. Toen haalden ze doodvonnis over hun eigen leven. Waren wij maar... In Egypte of in deze woestijn gestorven, waren wij maar gestorven. Waarom brengt de Heere ons dan naar dit land, zodat wij door het zwaard vallen en onze vrouw en onze kleine kinderen tot prooi worden van de vijand? Zou het niet beter voor ons zijn naar Egypte terug te keren? En ze zeiden tegen elkaar, laten wij een hoofd aanstellen en naar Egypte terugkeren. Lieve mensen, de Bijbel zegt ze murmureerden daar zij de wonderen van God gezien hadden.
Zij hadden gezien hoe God de Schelfzee opende en een weg baande. Amen. En al de Egyptenaren achter hun deed verdrinken. Zij zagen de manna, jarenlang de manna, naar beneden regenen. Amen. Zij zagen die gebakken kippetjes naar beneden regenen. Amen. Ik zei laatst in Engeland squirrels, maar het is quails. Squirrels zijn eekhoorntjes. Maar quails zijn kwakkels. Ja, hallo. Als mensen lachen zeg ik altijd voor... Don't laugh for as long. My English is better than your Dutch. Don't complain. Lieve mensen, door hun negativiteit, door hun woorden van ondankbaarheid, zijn ze allemaal gestorven in de woestijn. Except from two. Ze hadden een andere geest. Wie waren dat? Joshua en Caleb. Die hadden een andere geest. De rest, iedereen die door de Schelfzee 40 jaar daarvoor liep, die zijn allemaal gestorven in de woestijn. Was dat de wil van God? Nee! Gods wil was om ze allemaal in het beloofde land te brengen. Maar door hun eigen negatieve belijdenis waren we maar dood. We gaan terug naar Egypte, weet je wel. Zijn ze allemaal gestorven. En een jonge generatie, daarom hou ik van jongere mensen. De jonge generatie die geboren waren in de woestijn. De jonge mensen, die staken over naar Canaan, naar het beloofde land. Lieve mensen, ondankbaarheid blokkeert je zegen. Heel veel christenen die bestraffen demonen en duivelen, weet je wel, over de schraalheid in hun leven. En de duivel heeft er niets mee te maken. Maar het zijn de vruchten van hun lippen. Daarom zegt de Bijbel dat de zwakken zeggen, ik ben sterk. Dat de armen zeggen, ik ben rijk. Amen, halleluja. Lieve mensen, wij zijn niet meer te vangen voor negatieve belijdenissen of woorden van ongeloof en twijfel. Voor de glorie van God. We gingen vorig jaar naar India voor revivals in Chennai. En er kwam niet genoeg geld binnen. En ik had echt nog €2000 nodig. €2000 sowieso. En ik schreef mijn vrienden aan, mijn close vrienden, en ik stuurde een e-mailtje: jongens, willen jullie voor ons bidden, want we hebben nog een financieel wondertje nodig. Maar ik zei niet hoeveel. Ik zei, maar bidden jullie ervoor? En we gingen danken, Evi. We hebben gezegd, dank u weer, u zal voorzien. Mijn God zal in al onze nooddruft heerlijk voorzien naar zijn rijkdom in Christus Jezus. Amen. Halleluja. Ik zeg vaak, ik ben een miljonair. Ik ben rijker dan Donald Duck. Trump. Nou, laat zei iemand weinig verschil. Oké. Ik zeg, Heer, dank u wel. U bent mijn El Shaddai. De God die meer dan genoeg is. Geef de Heer een applaus. Ik stuurde een e-mail s'avonds en de volgende morgen deed ik mijn pc'tje open in mijn werkkamer. En er was een e-mail van een hele lieve broeder. En hij schreef, weet je wat hij schreef? Ik heb hem nog steeds, er zijn e-mails die je nooit meer delete, hè? Toen zegt hij, niet, hallo Arjen Evi, dankjewel voor je e-mail. Ik wens jullie heel veel zegen onderweg in India. Vele is hier. Helemaal niks. Het enige wat hij schreef is, ik heb zojuist €2000 overgemaakt. En weet je, dat geld is, oké, je hebt het nodig, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat God zijn woord bevestigt. Dat dankbaarheid de deuren van zegen opent en ondankbaarheid blokkeert de deur van zegen. Amen. Geef de Heer een applaus. O, mensen, halleluja. Tot slot, ik hoor een paar mensen denken. En jij denkt nu van, Arjan, je hebt mooi praten. Maar als je mijn situatie zou weten, als je mijn situatie zou weten, hoe ik me op dit moment bevind, in wat voor een hachelijke situatie, dan is er weinig hoop voor me. En dan zeg ik, oh ja? Is jouw situatie erger als de situatie van Jona? Jona was ongehoorzaam. God riep hem om te prediken in de stad Nineveh. Hij was ongehoorzaam, nam een cruiseboot en ging een mini-cruise maken. En je weet, de storm die kwam, we hebben het allemaal op zonderschool geleerd, hè? En de storm, en hij wist, ik ben de schuldige. En ze gooiden hem overboord. En God beschikte, zegt de Bijbel, in een grote vis. Amen.
En weet je, en dan is die in die vuile, vieze, glibberige, stinkende maag, leventraan, van die vis. Allemaal plankton, weet je wel. Het stonk, het was donker. Bent u in zo'n situatie? Nee. We zitten straks wel lekker koffie te drinken. Wellicht met een loempiaatje erbij. Oké, okay, ik weet het niet wat jullie hier krijgen. Speculaasje misschien. Of broodje kaas. En dan zegt de Bijbel, Jona begon te bidden. Hij begon te bidden. Maar ogenschijnlijk gebeurde er niets. En dan zegt uw en mijn Bijbel, en Jona begon te danken. Hij begon te danken in die vis. Weet je wat zal de duivel gelogen hebben gezegd hebben? Mannetje, je bent toch gehoorzaam geweest? God is boos op je. Je bent net aan de voorkant naar binnen gegaan. En straks ga je aan de achterkant weer naar buiten. Het is afgelopen. Ja toch? Ja toch jongens? Laat me eerlijk zijn. Maar Jona begon te danken. En nadat hij begon te danken, ging God tegen die vis spreken. En hij spuugde hem. Pastor Arno, wat is het woord toch mooi, hè? De Bijbel is zo mooi, hè? En hij spuugde hem op droog land. Amen. Lieve mensen, dat is de kracht van dankbaarheid. Misschien is je leven zo duister als van Jona. Het is niet te laat. Het is niet te laat. God zal een weg banen waar geen weg is in je leven. Amen. Halleluja. Eén tellertje. Er waren 10 melaatsen. En Jezus die kwam en die 10 melaatsen, die stonden te schreeuwen, help mij meester. We zijn vreselijk om melaatsen te zijn. In India hebben we in een melaatsen kamp geëvangeliseerd. Je ziet stompjes en verband. En je ziet ze zo de handen klappen en je lucht. Het is verschrikkelijk. Demonische ziekte. 10 melaatsen stonden van verre en ze zeiden, Jezus help mij. En Jezus zei, ik geloof Lucas 17 of 18. Jezus zei, ga naar de priester en vertoon je aan de priester. En ze waren gehoorzaam, ze gingen. En as they went, oh, I love it. Dat is de vrucht van gehoorzaamheid. As they went, they were cleansed. Amen. Ze gingen naar de priester. En as they went, they were cleansed. Alle 10. Maar 1. Luister mensen, dan gaan we bidden. 1 nam de moeite om terug te gaan, om Jezus te zoeken. Waar is die nu weer? Ja, ik zie zoveel mensen, maar waar is die Jezus? Uiteindelijk zag hij Jezus. En hij drong zich door de mensen. Hij zei, Jezus, en hij knielde neer, zegt de Bijbel. En hij zei, Jezus, dank u wel. Dank u wel voor wat u gedaan heeft. En dan zegt de Bijbel, Jezus, ik begrijp de pijn in het hart van Jezus. En dan zegt Jezus, heb ik er geen 10 genezen? Waar zijn die andere 9? Iedereen zegt, wauw. En weet je wat de originele Amplified vertaling zegt? Die ene man die de moeite nam om Jezus te danken. De Bijbel zegt, God made him whole. Hij kreeg nieuwe vingers, een nieuwe neus, nieuwe tenen die waren afgerot. En je zag niet meer dat hij een melaatse man is geweest. De rest was genezen. De rest waren genezen. En ze liepen nog steeds. Maar degene die de moeite nam om te danken, Jesus made him whole. Halleluja, geef de Heer een applaus. Zullen we gaan staan met elkaar? Wauw, halleluja. Lieve mensen, in uw leven, in jouw leven, ik weet niet wat de duivel gestolen heeft van je, maar ik profeteer dat hij zal teruggeven wat hij van jou heeft geroofd. Amen. Amen. Geloof het, hè? Geloof het. Want de kracht van God is sterker als de macht van de duivel. Zijn kracht. Halleluja. En daarom zeg ik profetisch tegen jou, tegen u. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat er bij alles uw wensen. Wat zijn je wensen? Laat er bij alles uw wensen door gebed en smeking, met dankzegging. Met dankzegging. Haal dankzegging uit je gebed. En je ontvangt niks. Maar laten wij alles uw wensen. Door gebed en smeking, met dankzegging.
bekend worden bij God.